Vanavond zijn we hier zomaar in de binnengevallen. Aan de keukentafel zitten we hier. En ik stel voor dat jullie jezelf even voorstellen. Brecht. Ik ben Roos. Ik ben Helmi. Ik ben Astrid. Goedenavond, dames. Jullie zijn druk aan het werken. Zijn jullie compleet als club zo? Of zijn er meer mensen die jullie helpen? Nou, wij zijn niet compleet. We zijn met z'n elven dit jaar. En ja, de rest kon niet. Iedereen die had wel wat te doen nog. Het is ook niet de eerste keer dat we bij elkaar komen. Dus het zijn de laatste restjes waar we nog mee bezig zijn. Ja, dus jullie zijn er bijna klaar voor de optocht. Nou, zeker weten. Dat, nou, dat is mooi. Jullie hadden eigenlijk vorige keer moeten komen. Toen zaten we lekker helemaal onder de verf. Wat? Onder de verf. Doen jullie ook in de keukentafel? Of daar hebben jullie ruimte? We hebben bij iemand in de hut gedaan. Ah, gezellig. En is het gezellig om het zo bij elkaar te maken? En biertje erbij. Biertje erbij. Ja, altijd gezellig. Die zie ik dan even niet. Nee, een biertje zien we niet, maar komt vanavond nog misschien. Hè? Maar de finishing touch, kun je een tipje van de sluier oplichten? Oeh, dat kunnen we wel. Oeh. Zeg maar, ik weet het niet. We hebben alle 11 een ander outfit en toch horen we helemaal bij elkaar. En nou ja, het thema is, we zetten alles op zijn kop. Ja, dus we draaien de rol een beetje om. Ja, dit is carnaval. We zetten niks op onze kop, maar we draaien de rollen om. Nou, klinkt spannend. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Klinkt spannend. Ja. Nou, ik wens jullie veel succes. Dankjewel. En hopelijk dat jullie een prijsje pakken. Dat ja. Hopen wij ook dit jaar. Wij gaan goud. Voor goud. We gaan hoor. Ik ben hier bij het jongste bouwteam wat ik tot op heden heb gezien. Misschien dat de jongens zich even kunnen voorstellen. Nou, ik ben Giel. Ik ben Erik. Jure. Hartstikke mooi, jongen, dat jullie hier aan het bouwen zijn. En hebben jullie ook al een naam bedacht voor jullie carnavalsoptocht? Ja, de deurgangers. De deurgang? Ja, de deurgangers. En hoe komt er dan zo bij? Ja, we waren een beetje aan het twijfelen met de naam. En toen zag ik, we deden mee, we wouden ook meedoen in de Gagors met de... ja, mede een opstoet, zou ik maar zeggen. En daar heten ze de deurdouwers. En dan met deur. En hier heten ze de deurdraaiers. En toen kwam ik ineens op het idee van de deurgangers. En dat vonden ze allemaal een goed idee. Ja, dat is een origineel naam, jongen. En je kunt overal meedoen. En hebben jullie al iets moois gemaakt tot op heden? Ja, die kar hebben wij. Ja, dat is de... Jullie gaan met de kar gaan jullie op pad. Ja. Hier zijn we dan bij de kar. Jongens, we zijn jullie aan het maken? Ik wil daar een klein beetje van vertellen of niet? Of is het nog geheim? Nou, we zijn vooral aan het maken met echt het motto van Moegestel. We zetten alles op zijn kop. Maar verder is het nog wel een beetje geheim. Ja, hij moet geheim houden. Ja. Want is er veel concurrentie van jullie leeftijd, denken jullie? Ik denk niet heel veel. Niet bekend. Nee, dat is wel jammer, maar ik vind het hartstikke mooi dat jullie als jonge gasten meedoen. En ik hoop ook dat jullie gaan winnen. Jullie doen bij de loopgroep mee? Nee, wij hebben een wagen met een, een tractor ervoor. Komt er een tractor voor ook? Ja. Zo, jullie pakken goed uit. En een van jullie pa die, en een van jullie vaders die rijdt tractor of doen jullie het ook zelf? Nee, dat mag geen niet zelf. Dat zou ik wel willen, maar ik heb geen rijbewijs. Dus, een paar jaar wachten dan? Ja. Maar je kunt alvast een beetje proefdraaien, warm draaien. Ja. En als je dan de smaak te pakken hebt, dan kunnen de wagen steeds groter worden. Ja, dat komt voor mij goed. Ik wens jullie veel succes met het bouwen en met een optocht. Dank. En maak er iets moois van, jongens. Ja, dat komt goed. Want het is niet de eerste keer dat jij meedoet aan een optocht, hè? Nee, dat kunnen we wel zeggen. Dat klopt. Al jarenlang. Ik denk wel al 30, 40 jaar is alles bij elkaar geteld. Dus, dat kan toch niet, zo oud ben je nog niet. Nou, dat vergist u eigenlijk. Dus al de hele jaartjes gaan wel tellen. Maar ja, ik vind het gewoon super leuk om mee te doen. Dus ook dit jaar weer ga ik gewoon mee. En is het moeilijk om nieuwe creaties te bedenken? Nou, daar begin ik eigenlijk al best wel vroeg in het jaar mee. En dan ineens dan zie ik iets of dan kom ik iets tegen of... dan denk ik van, ja. Maar ik ben daar zo op gefocust, zeg maar. Ik vind het gewoon zo leuk om mee te doen.
En ik kom eigenlijk altijd wel op een idee. Komt dat goed? En het idee wat je nu hebt, had je dat al lang van tevoren klaar? Ja, dat heb ik al wel een paar maanden. En dan ga ik daar een beetje op voortborduren en dan denk ik van, oh ja, dit past erbij en dat kan erbij of dat kan erbij. Maar ja, nou is er een ongelukske gebeurd. Het is niet waar, vertel. Ja, ik ben gevallen hier in de kamer en mijn voet is gebroken. Dat is niet zo mooi. Nee, dat is niet zo mooi. Dus maar je doet wel mee. Ik doe wel mee. Ik zat echt op gelukkig. Van, dan gaan we in de carnaval. Maar het idee past eigenlijk bij de act. En ik kan gewoon mee. Echt waar, het past er gewoon in. Past er gewoon in. En ik krijg hulp van mijn mantelzorger. Hè? Dus die gaat mee. Mee men. Je gaat met z'n tweeën dit jaar. Goed, ja. Het is geen carnaval voor mensen zonder optocht. Dus hoe dan ook. Ik zal erbij zijn, al is het in een rolstoel. Dat klinkt veelbelovend, Mieke. Ja. En wat je op je schoot hebt, dat is een van de attributen die erbij hoort? Ja, dat hoort erbij. Een heel schoon gehakt tasje. Zelf gemaakt? Nee, dat heb ik niet zelf gemaakt. Maar dat hebben ze bij Stanislaus. Oh. Hebben ze dat gemaakt. Dus daar zag ik dat tasje. Ik denk, dat past precies bij mijn outfit. Dus zodoende gaat het tasje mee. En er zit er iets in, maar ja, daar vrooi ik nog niet. Nee, je moet nog wat dingen geheim houden of verrassen. Yes. Het publiek verrassen. Ja. Want daar ben je goed in, hè? Ja, daar ben ik goed in. En we zijn vanavond bij de Sanseverias op bezoek. Een zware delegatie zit hier. Ja, ja zeker. Ja, waar is de rest? Ja, ziek of onderwegen of, nou ja, of op vakantie of onderwegen. Dus, ja, ze wonen ook allemaal steeds een beetje verder weg. Dus sommige mensen die kunnen ook niet altijd komen. Uit Utrecht, uit IJsselstein. Dus, echt ver weg. Ja, precies. Maar die komen allemaal naar Mogestel voor de optocht. En zo is het. Ongelooflijk. Ja. Hoe krijg je het bij elkaar, hè? En al heel lang, of niet? Ja, want we houden het ook bij elkaar, hè? Dat is mooi. Ja, al 11, 12 jaar ondertussen. Ja, nu dan denk ik. We hebben voor de 11e keer doen we dan nu mee. Ja. Want vorig jaar was 11. Ja. Dat klopt, ja. De heel dorp hangen nog stickers. Dat, vorig jaar was het jubileum. Ja. Jubileum, ja. Echt? Ja, mooi carnavalesk, 11 jaar. Zeker? Zeker. Ja. En hebben jullie gevierd met een prijs? Nee, dat hebben we wel gevierd. Maar niet per se met een prijs. Heb je die leuke van Anke hier nog hangen, die leuke medaille? Ja, die heb ik wel ergens nog hangen, maar moet ik hem nu pakken? Die heeft allemaal een ding gemaakt van wat iedere jaar wat we hadden gedaan. Een hele mooie badge, was heel leuk. Hè? Ja, klopt. Ja. Zeker. Dat is heel leuk inderdaad. Ja. Want jullie vriendengroep is altijd compleet en hetzelfde gebleven, of zit er een variatie in? Ja, nou ja, jullie hebben misschien allemaal het stukje wel gelezen in de carnavalskrant. Ondertussen, ik heb hem het geplozen. Maar zoals ik daar in ieder geval ook in beschreven heb, is dat wij, en dat maakt het denk ik ook zo leuk, dat het juist per jaar echt best wel, wel afwisselt. En de meesten doen wel ieder jaar mee, maar sommigen die kiezen er een jaar voor om niet mee te doen, voor welke reden dan ook. Of ja, er worden ook kindjes geboren, of mensen gaan op vakantie toch een keer, of... Dus, en dat is allemaal goed. En dat maakt het ook zo leuk, denk ik. Ja, dat je niet zeker niet de verplichting voelt, maar gewoon aansluit als het uitkomt en gezellig is. Ja. En nou, voor de meeste geldt dat ieder jaar en soms een keer een jaar niet. Want dan stemmen jullie wat jullie gaan doen? Of wie bepaalt wie dat gaat doen? Hoe gaat dat bij jullie? Ja, het is wel een beetje een democratisch idee op tafel gegooid en... De meeste ideeën komen ook vaak van dezelfde personen. Iedereen heeft ook zijn eigen rol en dat is ook goed. Maar het is niet, dat wordt wel gewoon gezamenlijk besloten. En soms heb je een idee en dat wordt dan weer een beetje vertimmerd. En dan komt er een nog beter idee uit. Ja. En dan is dat, maar dat herken ik denk ik zelf ook. Ja, zo werkt dat inderdaad. Ja. Maar ik was benieuwd of dat bij iedereen zo is. Ja. Ja. Goedenavond dames. Ja, goedenavond. Kleurrijk gezelschap hier aan de keukentafel. Want ik neem aan dat dit geen dagelijkse outfit is van jullie. Nee, dit wij niet elke dag op. Nee, want dat is een beetje ongemak voor in een auto en zo. Maar dit is echt al voor de optocht, ja. En zijn jullie er lang mee bezig geweest om dit zo te creëren? Eefje wel. Eefje wel, maar die kan niet zo goed knutselen. Maar het is wel een licht, hè? Ja, supergoed gelukt. Supergoed gelukt. Ziet er hartstikke leuk uit. Want is dit een klein onderdeel van jullie outfit? Ja. De rest maken we zondag. Korte termijnwerk. Ja.
Of is het niet veel werk? Nou, ja, we hebben net al wel een demo gemaakt, hè? Die hangt daar. Dus we weten nou ongeveer hoe we het gaan doen. Ja, dat is mooi. En ja, dat kan ook. En wie heeft dit bedacht? Doen jullie er met z'n allen of hebben jullie een creatief geestje in jullie midden? Oh, Racy, vertel eens, Racy. Creatieve brein, ja. Ik heb dit bedacht. Het is best leuk, toch? Dit is heel leuk bedacht. Bedacht ik. Ik moet zeggen, mooi. Heel mooi, Racy. Ja. Had ik niet achter jou gezocht. Nee, moet ik eerlijk bekennen. Dat dacht ik. Ja. En zomaar spontaan in één keer een idee? Ja. En toen heb ik ze gebeld. Ze waren meteen enthousiast. Ja. Want dit is jullie volledige clubje. Nee. We hebben nog één man en twee kinderen die meedoen, maar die kinderen liggen in bed en die man die denkt ook dat hij op zijn bed ligt. Want Dirk, jij doet ook mee. Nee, ik woon hier toevallig. Oh, toevallig. Maar jij houdt toezicht, zie ik. Want je hebt je kijkers op. Ja, oogklep op. Ja, heel goed. En onder welke naam doen jullie mee in deze optocht? En gaat het ook vanzelf? Ja. Zie je dat? Als één top. En hier zijn we vanavond bij een paar echte carnavalsvierders. Die ook meedoen aan de optocht. Hoe gaan jullie dit jaar meedoen in de optocht? Ja, ik weet niet of we dat al mogen verraaien. We kunnen wel een klein tipje geven. Hè? Een klein tipje. We kunnen wel iets tipje van de sluier oplichten. Ja. We kunnen niet te veel zeggen, want dan verrooien wij eigenlijk al voor als Frans. Dus dat maken we niet, maar we zitten. Maar een klein tipje kan wel. We zitten tussen een badmuts en een bloempot in. Dat is ruim. Dat is echt heel veel keus, jongens. Ik heb niet iets meer dat ik kunt vertellen. Oeh, je bent echt nieuwsgierig. Ja, dat inderdaad wel. Maar kijk, soms heb je een idee, hè, dat begint ermee en dan schuift het toch weer nog iets anders toe. En dan denk ik van, ja, deze is eigenlijk toch weer niet. En dan schuift het weer terug. En dan begint het daar weer aan te denken. En dan schuift het nog een keer deur. En misschien is het wel. En dan is het een verrassing. En zo komt het uiteindelijk dan bij het idee. Dus al schuivend ben je ergens gekomen. Ja, zo zouden we het kunnen noemen, ja. Maar goed, van jullie. En dan hebben we dat. Dankjewel, Frans. Dan hebben we dat motto er ook nog ergens in zitten. Serieus? Ja. Want het is wel belangrijk, een motto, hè? Ja. Niet altijd natuurlijk, maar deze jaar. Vinden jullie een goed motto wat er gekozen is dit jaar? Ja, op zich wel natuurlijk, maar het valt niet altijd mee om het motto echt goed in een optocht echt te krijgen. Ja. Want als je gaat doen wat het motto exact is, dan krijg je volgens mij allemaal dezelfde ideeën dus. En jullie doen het niet? Ja, als je er een beetje mee taal goochelt zo het wel en creatief beetje creatief mee omgaan, dan... En dat is wel aan jullie toevertrouwd, toch? Want Frans, hoe is de naam van jullie clubje? Mallorca, vrouw. Wat tegen, hè? Heel goed, heel goed. Ja. Want waar staat hij voor? De eerste twee letters van de voornaam. Behalve bij men 3, want anders komen we daar niet mooi aan elkaar plekken. Oké. Mag ik eens uitzieken, Mallorca, vrouw. Ik vind het moeilijk. Maar dat is een origineel naam. En die naam blijft hetzelfde? Of komen er mensen bij, vallen er mensen af? Die is redelijk flexibel. Hè? Het hangt af wie er meedoet of wie er als iemand een keer niet mee kan doen of iemand bijkomt, dan wordt de naam ook weer uitgebreid of ingekort. Ja. En hij bekt nog altijd goed dan. Maar ja, maar ook een vraag. Ken jij hem ook al, Frans? Nee. Ik kan het ook niet proberen. Nee. Goedenavond, heren. We zijn hier bij een gezellig clubje. Al jaren meedoen aan de carnaval. Of niet, Kees? Jazeker. Al 5 jaar al besloten, hebben we net bekeken. Wat is jouw eerste keer? Mijn eerste keer. Voor jou de eerste keer, 5 jaar geleden. En jullie al langer, Mark, of niet? Nou, ikzelf al vrij lang, ja. Vanaf geboorte? Ja, dat klopt. Ja. En Dirk, ga je ook? Ik heb ook vaak met optocht meegedaan. Tussendoor een jaar of 10 optocht mee georganiseerd. Maar nou met deze groep ook sinds 5 jaar.
Hebben jullie al veel prijzen kunnen scoren en bekendheid kunnen behalen met jullie groepje? Eens een week weten is Dumpert hebben heel goed gescoord. Dat was een succes, hè? Ja. Heel veel bekeken, toch? Ja, dat was heel goed bekeken. Ik vertel eens, Kees, wat is er gebeurd? Ik weet niet meer. Ja, iets, een muur viel om. Spontaan. Ja, ja, er gingen een paar meisjes bovenop de muur zitten en... Ik kon de muur niet hebben. Ik kon er waar maar niet op rekenen. Volgens mij het publiek, die wou mee rijden, maar dat waren ook Mexicaan. Dat ging niet zo goed. En die dachten van leuk, we gaan wel even leuk opzitten. En ja. Toen moesten we verzetten en toen ging het iets fout. Toen lag jij er bijna onder. En daar is jullie eigenlijk jullie landelijke bekendheid mee begonnen. Ja, ja, nou, ja. Nou, toen hebben we ook een echte prijs gewonnen. Toen waren we tweede, dus volgens mij. Nee, toen met die Mexicanen, met die muur. Tweede? Ja. Ja. Ik mis wel de finale een beetje. Echte prijs en ook nog gewoon landelijke bekendheid. Ja, ja. Geweldig, jongens. En dit jaar, wat staat er op programma? Zijn jullie al bezig? Ja. Het idee is al gemaakt. Ja, het is gemaakt. Alleen we zijn nog niet zover, maar dat komt allemaal goed. Want jullie zijn meer van het laatste moment of zijn jullie een weekje van tevoren al bezig, Mark? Echt bezig. We hebben nu twee keer vergaderd. En donderdag de derde keer. En dan moet er eigenlijk toch wel iets uit gaan komen. Want ja. Het idee is er, maar er moet nog meer uitvoering bedacht worden. Dat is een grote loopgroep. Of gaan jullie wagens bouwen? Ja, dat weten we dus dan. Ja, dan zitten we in twijfel. Oh, dat is grote twijfel. Dat wordt spannend dan. Ja, nou ja, spannend. Spannend. Voor het publiek wel, hè? Voor het publiek wel, ja. Is gewoon afwachten. Ja, maar als je een grote groep doet, dan gaat het goed. Komt goed. Waarom, Kees? Waarom wordt, komt dan goed? Die zijn er niet wel. Nee, dat klopt. Jij denkt, dan pakt er wel een prijs. Misschien. Als er maar drie zijn, dan halen we de eerste drie. Daar kan ik niks tegen inbrengen, ja. Mark. Helemaal gelijk. Dan zou ik zeggen, veel creatieve inspiratie de komende dagen. Dat zal nog zijn. We gaan voor de laatste leutjes, dan moet het wel komen deze jaar weer. En dan wens ik jullie veel succes, mannen. Dankjewel. En hopelijk hebben jullie een prijs te pakken. Nou, we hebben ons laatste interview gedaan, maar iedereen is hartstikke welkom om mee te doen aan een optocht. Want zoals jullie gehoord hebben, op het laatste moment kunnen gewoon nog creatieve ideeën krijgen. Goede invallen. En dan in een paar dagen tijd kun je iets leuks creëren. En gewoon meedoen aan de optocht. Dus doe je best en geef je op. En doe mee.